Maar ik ben eigenlijk van 's morgens tot heel 's avonds laat, heel laat 's avonds bezig geweest met mijn appartementje. Tijd voor een nieuw briefje. Oeh, die is mega cool. Wauw, van wie is het? Van... Het lezen? Van haar. Volg haar. Oh my god, dat is Queenie, hoe tof. Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag zijn we... Vrijdag. Vandaag ben ik vrij van mijn werk. En ik heb een heel grote to-do-list. Ik wil namelijk heel mijn appartement Pico, Bello en Orde krijgen. Want morgen komt een groot deel van mijn gezin. Mijn appartement wordt de eerste keer zien. Eigenlijk iedereen komt van het gezin. Maar alleen mijn twee zussen. Haar vriend. En mijn mama en mijn papa hebben het al gezien, dus mijn broer, haar vriendin en mijn andere broer hebben ze nog niet gezien. Dus. En degene die er al geweest zijn, hebben het nog niet afgezien, snap je? Mijn zus en haar vriend zijn namelijk maar de laatste keer hier geweest toen dat echt nog totaal niet af was. Dus. Allee, het is ook nog niet af, maar... Komt in orde vandaag. Komt het hopelijk redelijk goed in orde. Al, het is nu 10 uur. Ik ben naar een podcast, ik ben naar een luisterboek aan het luisteren terwijl ik mijn living opruim. Ik wil even nog laten weten dat ik gisteren ook twee van deze broekjes heb gekocht. Dat zijn gewoon zwarte broekjes van de Zeeman. Ideaal voor onder een jurkje of voor onder een kleedje. Die zijn €2,50 per stuk. Echt heel erg handig. Ik vind dat gewoon echt makkelijk. Helpt tegen schurende benen. En verdoezelt het zien van iets van ondergoed. En je hebt ze in sommige winkels tot maat 50. Online heb je ze zeker ook in Nederland veel, veel groter nog. Maar ze zijn stretchy, dus 50 werkt voor mij. En nu ga ik mijn financiën een klein beetje doen, zodat dat in orde is. Is opgeruimd en mijn bed is gemaakt. Dit is trouwens een overtrek van Hema. Super leuk met de cactusjes. Nu dit gedeelte nog opruimen. En dat gedeelte daar. Mijn spiegel terecht zetten. Het is nu 11:56 en ik ga eten want ik begin wel honger te krijgen. Dit is trouwens mijn reisbak. Dus alles die ik nodig heb om op reis te gaan zit hierin. Zo zit mijn vliegkussen hierin. Maar ook mijn doorzichtige zakjes. Een extra tandenborstel. Allemaal van die reisverpakkingen. Oordopjes. Zo van die dingen. Even een kleine pauze in het opruimproces. Ik ga hem namelijk straks een afspraak bij de tandarts. Ook eventjes mijn herinneringsdoos uitgehaald. Ik heb er een paar dingen uitgehaald die ik permanent wil
laten staan hier in mijn living. Zoals mijn nestkastje. Dit nestkastje kregen de mensen voor mijn geboorte. En daar zat dit vogeltje in. Ik vind dat een leuk vogeltje. En het mag wel in iets permanentere plaatsen krijgen in mijn omgeving. Hey, ik ben terug van de tandarts. Ze heeft fluor op mijn tanden gespoten. Dus ik mag even niks eten of drinken. Het smaakt trouwens verschrikkelijk slecht, die fluor. En nu ga ik naar de kringloopwinkel. Want ik heb nog een paar dingetjes nodig om mijn huis af te maken. Dus dan gaan we kijken of we iets vinden. Hè. Hey, net naar de kringloop in Nieper geweest. En ik heb besloten om door te rijden naar de kringloop in Poperingen. Ik heb namelijk echt zin om de dingen te vinden die ik zoek. Dus hopelijk lukt het daar. We komen in Poperingen. Net een aantal spulletjes gekocht. Ik laat ze zien in de verhuisvlog. Als je nu kijkt naar de verhuisvlog, laat ik ze hierna zien. Als je kijkt naar de gewone vlog, dan hieronder de verhuisvlog gelinkt. Hey, ik heb vandaag heel hard gewerkt. Maar mijn appartementje is goed als af. Je zal nog een roomtour krijgen, maar daarvoor moet ik eerst mijn ene kader nog vullen met een poster. En mijn tweede kader vullen met een poster of vervangen door een ander kader met een poster. En wil ik ook nog mijn terrasje aanpakken daarvoor. Maar voor de rest is alles af. Echt zo blij. Jij. En nu ben ik als ontspanning naar Château Meiland aan het kijken. Ik ben gisteren begonnen met aflevering 3, want aflevering 2 en 1 staan niet meer op de website van 5. En nu ben ik aan het kijken naar aflevering 4. Ik was trouwens echt enorm uitgedorstigd, want ik snijd de tandarts ben geweest om 3:20 had ik niet meer gedronken. Tot 9:20. Of 9 uur. Ik kan trouwens bijna niet met woorden uitdrukken hoe leuk ik dit plekje vind geworden. Het is echt mijn plekje nu en dat voelt zo goed. Na al die tijd, want ik ben hier inkomen wonen op 1 juni en morgen is het 31 augustus, dus... Yay! Wat ga ik nog zeggen? Ik weet het niet. Morgen moet ik wel al deze gedroogde afwas in de kast steken, terwijl afwas afwassen. En met voor nu eens nog een keer kuisen. Dat is zo grappig, deze witte band op mijn arm. En ik heb mijn Mickey Mouse tas meteen afgewassen, want hij was echt vies. Maar nu is hij zo leuk. Ja, het toont trouwens soms een beetje blauw. Ik weet niet waarom. Ik ben er echt blij mee. Dat ik nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mokken heb. Deze moet morgen wel echt nog een keer onder handen worden genomen. De beste dingen aan dit gezellig opgeruimde appartementje is dat ik nu eindelijk een berichtje kan sturen aan de huisbaas om mijn lamp in de gang te fixen. Woe! Want die is stuk gegaan op 1 of 2 juni. Dus de eerste of de tweede dag dat ik hier was. En van mijn tandarts mocht ik mijn tanden niet poetsen, dus ik ga mij gewoon omkleden. Ze heeft door de fluoride behandeling moest intrekken, mag ik hem nu niet af. Mag ik ze nu niet poetsen, anders gaat dat eraf zeker. I don't know. Het enige nadeel van mijn super grote opruimbui is dat ik heel wat YouTube en blog dingetjes ging doen vandaag. Maar ik ben eigenlijk van 's morgens tot heel laat 's avonds bezig geweest met mijn appartementje. Met een kleine tussenstop van de tandarts en de kringloopwinkel. Oh my god. Yes. Gelukkig was het niet met de kant van het scherm. Mijn kamer is super mooi geworden. Echt leuk. Niet wachten om een home tour te filmen. Wat ik jullie wel al kan tonen is dit. Namelijk mijn lightboard verhuisd en deze tekst erop gezet. Hoe leuk!
Ik moest er straks echt bijna weten omdat ik zo blij ben met alle veranderingen. Hallo, even een klein berichtje uit de toekomst. Ik had het niet gezien op de dag zelf. Maar dit is mijn 100ste vlog. Allee, toch mijn 100ste vlog of Fobe vlogs. En ik vroeg me af of dat jullie massaal deze vlog willen gaan liken. Want het zou echt super tof zijn om 100 likes te hebben voor mijn 100ste vlog. Ik ga nu niets anders speciaals doen, maar ik ga wel iets super speciaals doen als Fobe vlogs een jaar bestaat. Comment even hieronder wat ik dan moet gaan doen. Bedankt voor het kijken. En like, want de like goal is 100 duimpjes omhoog. Vergeet je trouwens niet te abonneren hieronder. Dan zie ik jullie de volgende vlog weer. Doei!